Ruben Schakel, om te beginnen de allerbeste wensen in dit nieuwe jaar. Wat zijn jouw goede voornemens? Goede voornemens. Nou ja, het is sowieso een sportief mooi jaar met Feyenoord. Proberen een hoge klassering weer te maken. En ja, mijn jaar 2012 was top. Dus eigenlijk zou ik heel gierig zijn om nog wat te eisen. Dus nee, ik ga gewoon weer mijn stinkende best doen en proberen weer mijn doelstellingen te halen die ik voor mezelf hou. Ja, je gaat 2013 wel met een valse start beginnen, want een blessure die je in 2012 hebt opgelopen. Je bent geopereerd en ja, dat herstel, dat vergt eventjes. Ja, heb je gelijk in. Het is 6 weken herstel. Ik ben vorige week donderdag geopereerd, 27 december. Dus ik zit op de 8e dag. Het gaat hartstikke goed, moet ik zeggen. Ik kan al een beetje joggen en wat oefeningetjes doen. Dus we hopen zo snel mogelijk fit te zijn. Ik hoop toch wel eerder dan 6 weken, maar goed, daar kan ik nu niks over zeggen. Maar stiekem hoop je misschien toch nog een van die topwedstrijden mee te pikken? Ja, stiekem wel. Stiekem wel, ja, dat zou het mooiste zijn natuurlijk. Tuurlijk richt ik me op die 6 weken, maar elke week dat je eerder terug kan zijn is winst. Ja, dat is sowieso belangrijk voor Feyenoord. Maar Feyenoord is op dit moment een beetje vleugellam. Cissé is nog altijd niet fit. Goossens blijkt toch weer geblesseerd te zijn. En nou is Van Hoek vandaag van de training geblesseerd afgegaan. Kortom, er komt ook wel een beetje druk op die positie te liggen. Ja, heb je gelijk in. Maar goed, die jongens hebben niet ernstige dingen volgens mij. Tenminste, Goossens moeten we nog afwachten. Maar Cissé zou wel voor die wedstrijden fit zijn. En ook voor Hoek verwacht ik wel dat hij gewoon fit is. En dat zijn jongens die het gewoon goed kunnen invullen en genoeg ervaring hebben. En gewoon hele goede spelers zijn voor Feyenoord. Dus wat dat betreft ben ik niet bang dat het niet goed opgevuld wordt. Ja, komende week vertrekt Feyenoord voor trainingskamp naar Marbella. Jij gaat ook mee, want je vindt het ook verstandiger om daar te herstellen dan dat je het hier in Nederland hier achter zou blijven en hier individueel zou werken aan je terugkeer? Daar ga ik eigenlijk niet over hoor. Dat heeft de meeste staf samen met de trainer bepaald dat ik mee mag. Dus daar kan je onder goede omstandigheden kan je aan je herstel gaan werken. En wat belangrijk is dat ook de medische staf van ons daar is. Dus die kunnen mij dan ook in de gaten houden. En zou je hier blijven, dan moeten zij dat weer overleveren aan een ander. En die moet dan terugkoppelingen geven, noem het allemaal maar op. Dus dat is toch wat lastiger. Dus nou ja, voor mij is het mooi om mee te gaan en toch met de groep te zijn. Groepsbinding en groepsproces, je kent het allemaal wel. En hopelijk kunnen we daar weer wat stappen maken. Ja, vlak voor het einde van het jaar kwam het nieuws naar buiten dat jij geblesseerd was. Voor ons was het allemaal erg nieuw. Voor jou niet, want je liep de laatste maanden eigenlijk al met een blessure te voetballen. Ja, ik heb het voor het Nederlands elftal kreeg ik last van mijn lies. En we hebben toen besloten om in de winterstop in te grijpen. Omdat ik het Nederlands elftal natuurlijk niet wilde missen. En ik had toen nog het gevoel van, nou ja, ik kan er wel mee voetballen. In de loop van de wedstrijden werd het erger. Nou ja, toen hebben we besloten van, probeer gewoon vol te houden tot de winterstop. En dan gaan we ingrijpen. Ja, we zagen wel dat jij de laatste weken voor die winterstop tussen aanhalingstekens een beetje op je laatste benen liep. Had je niet het beste spel wat je in 2012 hebt laten zien? Had dat ook voornamelijk toch met die blessure te maken? Ja, toch wel. Tuurlijk is het makkelijk om dat te zeggen, maar ik ben niet van de excuses. En ik heb ook nooit naar buiten gebracht dat ik een blessure had, want ik vind als je ervoor kiest om te spelen, dan word je beoordeeld en dan moet je gewoon niet zeiken. Maar ik had er wel last van en de trainer wist er ook van en die zei ook van, nou ja, al hou je het 60 minuten vol. Ik werd ook best wel vaak vroegtijdig gewisseld. Omdat het echt niet meer ging. Ik kon niet meer voluit sprinten. Je maakt wat minder diepte. Dus ja, toch onbewust neem je dat allemaal mee. Maar wat belangrijk is dat we gelukkig de punten hebben binnengehaald. En daar ging het ons om. En ik heb proberen mijn steentje bij te dragen door hard te werken. En nu hopelijk straks weer pijnvrij. En dan kunnen we weer mijn niveau halen. Ja, veel supporters dromen van 2013. Cool single. Ja, ik ook hoor. Ik ook. Het is mogelijk. Alleen goed, we moeten niet te hard van stapel lopen. We moeten gewoon, laat ons maar de outsider blijven. En onze punten blijven binnensprokkelen. En dan einde van de rit kunnen we zien waar we staan.